Ben jij op zoek naar een mooi, uitgebouwd, goed onderhouden jaren 30 woonhuis? En ook nog eens keer een hele grote tuin? Dan moet je het volgende filmpje blijven bekijken. Ik neem jullie vandaag mee naar een huis aan de Arnhemse Weg. Fijne woonomgeving, vlakbij alle voorzieningen. Winkels, scholen, bos, sportvelden, alles vind je in de omgeving. Je kunt hier dus heel prettig wonen. Arnhemse Weg, nummer 262. Een gemoderniseerd, groot, vrijstaand woonhuis met een bijzonder fraaie architectuur. Stolpkap, erker en dat ook nog eens een keer met een hele grote tuin. Kom maar eens mee. Maar niet alleen buiten, maar ook binnen ademt dit huis de klasse van de jaren 30 huis. En ook de authentieke uitstraling. Alles wat je in de jaren 30 huis mooi zou kunnen vinden, dat vind je hier nog. Via deze schuifdeuren, met glas en lood, kom je in deze voorkamer. Dat is een hele prettige ruimte, met een grote erker aan de voorzijde. En achter de voorkamer hebben we deze kamer, de middenkamer. Ziet er ook super strak uit hoor. Wanden gestukt, plafonds gestukt. En ook hier een erker aan de zijkant. En dan hebben we ook nog dit. Een serre. Een hele fijne ruimte om te zitten. Met veel lichtinval. Ook hier weer dat mooie glas in lood. Een dubbele tuindeuren naar de tuin. Maar daar gaan we natuurlijk zo meteen even kijken. Ja, deze woning is in het verleden heel royaal uitgebouwd en dat zie je de keuken natuurlijk meteen al terug. Het is een woonkeuken met veel kastruimte, een heel mooi composiet blad, alle apparatuur die je nodig hebt. Dat is natuurlijk ook leuk hè, een extra blad met wat barkrukjes waar je gezellig aan kunt tafelen. En dan hebben we nog dit. Een hele grote bijkeuken, CQ Berging. Heel praktisch. Ik ga vast boven kijken, kijken jullie hier maar even. Onderweg naar boven kom ik door deze hal. En het is echt een hele mooie halpartij. Met een garderobe, een toilet in stijl, een provisiekelder. Een hele gave vloer. Op deze eerste verdieping vind je twee slaapkamers. Alle twee royaal. Dit is de oude slaapkamer, voorzien van een vaste kastenwand. Zomers als het warm is, heb je hier airco. En dit. Dubbele deuren naar een plat dak. Ja, ook uit milieu is gedacht. Zonnecollectoren. Naast de oude slaapkamer vind je dit. Een hele grote inloopkast. Ja, het is eigenlijk wel een inloopkamer, kun je zeggen. Ja, de badkamer is ook groot, zeg. Geheel betegeld. Voorzien van een wastafelmeubel, een vrijhangend toilet, een mooie inloopdouche en een heel groot hoekbad. De tweede slaapkamer die bevindt zich aan de voorzijde. Ook hier weer vaste kastruimte en net als in de badkamer kun je hier het balkon op. En heb je behoefte aan een hele grote kamer, dan heb je dit. Via een vaste trap bereikbaar, twee dakkapellen en een zee van ruimte. Via de tuindeuren en een overdekt terras kom je hier in de achtertuin. En wat voor een achtertuin. Hij is heel groot, fraai aangelegd, ligt pal op de zonzijde en je hebt meer dan voldoende privacy. En je hebt verder hier ook nog een extra houten berging. Wat een tophuis is dit zeg. Ben jij op zoek naar een hele mooie jaren 30 woning? Dan is dit je huis. Maak dan ook maar heel snel een afspraak.